In Dinant, trefpunt van het circuit des Ardennes, even polsen bij de rijders. Beetje weinig pk, maar wij proberen er het beste van te maken en te finishen. Patrick, ja? Tot nog toe een beetje tegengevallen. Begin van het seizoen, hoe staat het er nu voor? Wel, nu alles is nieuw in de wagen, dus een nieuwe motor, nieuwe versnellingsbak. En ik hoop dat nu de derde keer de goede keer zal zijn. Hier begon ook het Nederlands kampioenschap, de West Euro, Peugeot en Toyota Cup. Mijn gezondheidstoestand is niet 100% na mijn rit naar Zaïre, maar ik denk dat het wel zal gaan. José Larep, quelles sont les ambitions? Terminé, le mieux possible. Je crois que c'est l'ambition de tout le monde. Van der Maas, die onder meer zou moeten kampen tegen Thierry Regensteer in een gehuurde Luigi Alfa. J'ai fait 40 km avec la voiture, et bon, il faut le temps de s'y faire. Et je vais commencer progressivement, et si ça va bien, on attaquera à la fin. Quoi. En de winnaar van Spa, Probst de Kamp. Waren de vooruitzichten voor Colsoul niet zo bemoedigend, hij reed vlug naar de leiding. Voor Droogmans, die het met een minder krachtige trainingswagen moest rooien. Thierry Regensteer voerde de groep A aan voor een verrassende Dumoulin. Was Patrick Snijers vooraan vlug verdwenen, Van der Maasen draaide vlot mee. Ook de Nederlander Bos zei het in vijfde positie. Lurquin met Opel Ascona, voorlopig zesde. José Larep verliep het minder, net als zij die niet voldoende hadden getraind voor de mistige en gladde weersomstandigheden. De Mevius reed achter Lurquin in groep A. Guy Colsoul, die wel wat had moeten incasseren aan seconden, herbegon toch als leider en mocht zelfs aan de zegenbloemen denken. De achterstand van Droogmans bedroeg evenwel slechts 29 seconden. Bos Bond begon de dag als zesde. Regensteer Biard zelfs als derde. En Van der Maasen zou bij de toprijders blijven, ondanks uitlaatproblemen. Het zag er naar uit dat de overwinning ofwel naar Colsoul Lopez ofwel naar Droogmans Joosten zou gaan. Colsoul kon het nog een volle ronde houden en zijn voorsprong op Droogmans in ronde 4 opvoeren tot een kleine minuut. Mede door het feit dat Droogmans onder meer de versnellingsbak had gebroken. De Nederlander Bos had Van der Maasen van zich afgeschud en zat nu in volle achtervolging op de jonge Thierry Regensteer. Het verschil tussen beiden schommelde rond de anderhalve minuut. Valère Van der Maasen kon na de toptijden van het wedstrijdbegin nooit meer het optimaal vermogen uit zijn 16 klepper puren. Lurquin, tot dan toe zesde, zou later wegzakken na een lekke band. Paul Maaskant, bij de snelste voortrekkers, moest in Van der Maasen en Regensteer toch zijn meerdere erkennen. Hij ging wel timmers vooraf in zijn R5. Dame Fortuna vergat hem later evenwel. Jan van der Marel was na een trage start bij de kopgroep komen postvatten en van de 19e naar de 7e plaats geklommen. Dirk Vermeers, die op het nachtijs Budo achter zich had gehouden, kon het op het droog moeilijk houden tegen de veel sterkere R5. Budo op weg naar een groep N-overwinning. De eerste drie in de voorlopige rangschikking. Colsoul, die zijn leidersplaats had moeten afstaan. Aan Robert Droogmans, nadat Guy 55 seconden had moeten prijsgeven. De Manta-uitlaat was stuk gegaan.
En Thierry Regensteer stevig derde en comfortabel in de toerisme-winnaarszetel. Zonder noemenswaardige obstakels zou men bij Droogmans voor het eerste champagne mogen koelen. Maar die vervloekte pook zou hem nog eens parten spelen. Bovendien ging Colsoul in de laatste KP 9 seconden sneller dan de RS 200, maar het verschil was toch een ietsje te groot. Regensteer was van zijn derde plaats in de A-zege buiten schot. John Bos mocht wel niet te nonchalant zelfzeker rijden, want Van der Maase volgde op enkele seconden. De arme Timmer zag zijn wagen tot op de karkas uitbranden. Monin in het begin wel even voorop in groep N, maar tenslotte voorgoed teruggeslagen. Paul Liétard besloot niet gelukkig op een 14e plaats. José Larep en zijn Opel Kadett GSI 13e na heel wat rem- en ophangingsproblemen. De Scaillet-broers er precies voor en derde in groep N. Dirk Vermeers met zijn Corolla van alle dag blij met een 2e plaats in die groep en 11e in de totaalstand. De groep N-zege ging naar Vital Budo. Jean-Marie Lurquin reed met de Robert Haak Ascona een uitstekende wedstrijd net buiten de top 2 Alfa en Mercedes. De Mevius en de Peugeot 205 GTI goed voor een 8e plaats en Paul Maaskant 7e gerangschikt. Jan van der Maren werd na een progressieve tijdenreeks 6e. Al stond de Mercedes nog niet op punt, toch een tevreden Van der Maase 5e. De Audi Quattro van het Nederlands-Brits duo Bosbond 4e. Thierry Regensteer op 13 minuten 40 derde. En ondanks een spetterend slot strandde Colsoul Lopez op 18 luttele seconden. Van Droogmans Joosten, de eerste RS200-overwinning, was binnen.